Met het doel journalisten uit het Caribisch gebied bewust te maken hoe op positieve wijze gendergerelateerde items te verslaan, heeft de Caribische Associatie voor Feminist Onderzoek en Actie, CAFRA, op 16 en 17 januari een tweedaagse workshop georganiseerd op Sint Lucia. Het thema was Integration of a Gender Lens and Human Rights Focus in Journalistic Practice. De integratie van een genderlens en mensenrechtenfocus in de journalistieke praktijk. Tijdens deze workshop zijn verschillende deskundigen op het gebied van gender en seksualiteit ingegaan op deze onderwerpen. Er is duidelijk gemaakt dat journalisten erop moeten letten dat items gebalanceerd worden gebracht. Het moet duidelijk zijn wie de rol van slachtoffer of held krijgt. Zowel vrouwen als mannen moeten op gelijkwaardige manier neergezet worden bij verslaglegging. Flavia Cherry, de regional chairperson van CAFRA, zegt dat de organisatie in dit kader in 2016 een platform heeft opgericht, namelijk Right Here, Right Now. Dit platform biedt jongeren onder de 30 jaar de gelegenheid op effectieve wijze uitgebreide seksuele educatie te verzorgen op scholen. And because we understand and recognize the impact of the media, we believe that they are one of our best allies in working with the young people to get that to happen. Mm-hmm. So the workshop was an attempt to begin the first outreach with the media, to ensure that we did training from a gender perspective, training to ensure that there's an understanding of the issues in relation to the Right Here, Right Now platform. Mm-hmm. So we invited the media houses from the countries where we have members from the Right Here, Right Now platform. In Suriname wordt het Right Here, Right Now platform vertegenwoordigd door de jeugdparlementariër Zenani van Troo. Volgens de CAFRA Regional Chairperson Flavia Cherry hebben de leden van het platform geconstateerd dat vooral items over LGBT, lesbiennes, gays, biseksuelen en transgenders over het algemeen niet gebalanceerd worden gebracht. De koppen zijn vaak heel sensationeel. There is a general sentiment through the members of the platform that sometimes the reporting of issues related to LGBT persons and especially violence and issues about diversity are sometimes not reported in a way to facilitate understanding and sensitivity, and that sometimes it's sensational or it even encourages bias. And that is why we recognize that there are many journalists who report effectively, but we would still need to do some training to ensure that we have everyone on board, so that hopefully over time we would have impacted many and many more media professionals so that they understand the impact of their work and what it can do for persons on the ground in terms of their human rights. De CAFRA Regional Chairperson zegt dat deze workshop een follow-up zal hebben. Het is de bedoeling dat er nog een training komt voor mediaprofessionals. En ook ziet CAFRA graag dat er een ontmoeting komt tussen het Right Here, Right Now platform en de mediaprofessionals.